Welkom in de Sint-Andrieskerk. Wat eerst opvalt, is het monumentale barokke hoofdaltaar. Voor elke periode van het kerkelijk jaar versieren we de kerk in de aangepaste liturgische kleuren. Rechts van het altaar zien we het schilderij van Otto van Veen, de marteldood van Andreas. Links en rechts van de communiebank bevinden zich de beelden van Petrus en Paulus. Vanaf het hoogkoor zien we de doopvont en achteraan het orgel. Dit orgel werd gebouwd in de 18e eeuw. Levensecht concerteren engelen bovenop beide torens. De barokke preekstoel is geïnstalleerd in 1821. Christus roept Petrus en Andreas op hem te volgen en vissers van mensen te worden. In het verlengde van deze noordelijke zijbeuk is de Mariakapel met het Mariabeeld aangekleed door Anne de Meulemeester. In de zuidelijke zijbeuk bevindt zich de Venerabelkapel. Loop ook in Zeven langs de broederschapslijst van de gelovige zielen met het vagevuur. En vergeet vooral het epitaaf niet van de hofdames van Mary Stuart. En ga op zoek naar de betekenis van deze schoenen en boksbal. Nadat je de Sint-Andrieskerk bezocht hebt, kom dan ook eens naar onze feestelijke vieringen, zoals Onze Lieve Vrouw Lichtmis. Zing samen met ons een Marialied en laat nadien bij een kopje koffie de pannenkoeken heerlijk smaken. Of beleef de carnavalmis in ons Antwerps dialect. Dat God ons gij ziet, willen we allemaal vlak met kerstmis nog zo schoon liedje zingen. Gloria in excelsis Deo. In de paaswaken ontsteken we de paaskaars. De verduisterde kerk wordt langzaam gevuld met het licht van de verrezen Heer. Op paaszondag worden we tijdens de viering allen gezegend. Dan wil ik ook nu geloof en vertrouwen bevestigen met een sprankelend teken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nadien strooien de klokken van Rome paaseitjes voor de allerkleinste. Met Pinksteren dalen de vurige tongen op ons neer en doet de pastoor een preek in de taal der Syrioren. Beminde gelovigen, mag ik nou eens iets vragen? Zit ik al gollen aan de eer gekomen omdat ik in het Antwerps ga preken of voor Onze Lieve Heer? Op kerstdag vieren we in een sfeervolle kerk de geboorte van Jezus. We rekenen stellig op jullie aanwezigheid.